Moedproject is als doorstroomopleiding bedoeld voor die kinderen die slim zijn, die intelligent genoeg zijn om een economische opleiding te kunnen volgen. Dus het bijzondere is eigenlijk dat wij een opleiding niveau 1 voor slimme kinderen hebben die door persoonlijke situaties, door allerlei redenen niet uit de verf gekomen zijn, maar wel gewoon de capaciteit hebben om een goed mbo-diploma te halen en via deze opleiding dan ook uiteindelijk in een volwaardige beroep terechtkomen. Wij denken dat Moed een zeer geslaagd onderwijsconcept is, om een aantal redenen. De eerste reden is dat de doelgroep van de voortijdige schoolverlaters op deze manier het gewone mbo in kan tussen de andere niveaus, niveau 2, 3, 4. Dat is voor een doelgroep die eerder uit school is uitgevallen een grote motivatie om zich te kunnen optrekken aan die andere niveaus. Dat is een deel van de kracht. Ook de samenwerking die wij hebben met Stadsdeel Zuidoost is ook een groot deel van de kracht van Moed. We bieden een heel divers onderwijsaanbod aan en dat worden onze leerlingen gewaardeerd. En dat is ook absoluut onderscheidend. Vandaag zijn we bij het onderdeel sport en cultuur. We zijn bij Corio, die geeft een Kuksal Wonles. Kuksal Wonles is een onderdeel van het keuzepakket. Maar door ons zo belangrijk gevonden dat we elke groep die start, begint met 5 lessen bij Corio. Corio is heel erg gericht op wat wij eigenlijk ook allemaal willen bereiken. Denk goed na over jezelf. Krijg controle over jezelf en bepaal je eigen toekomst. Het stelt nu wel zwaarder mee, ze moeten wel komen, aanwezig zijn. En het is ook afleiding van bepaalde vakken die ze hebben die een beetje moeilijk zijn, dat ze toch een afleiding hebben. En een beetje uitlaatklep voor hun. Hiervoor heb ik ook op ROC gezeten, maar dan in Amsterdam-Noord. En die had ik niet kunnen afmaken vanwege een paar externe probleempjes. Dus zo. Ik heb het zelf opgezocht. Waar? Op internet. Want die oude school wou me toen niet meer terug. Toen moest ik wel een nieuwe school hebben. De groep schooluitval is heel gedifferentieerd. Mensen die om verschillende redenen uitvallen. Deze groep heeft heel veel in zijn mars. Maar waar het vaak op struikelt is toch je presentatie. En het hele jaar draait erom van hoe presenteer ik mezelf, hoe maak ik een plan. Dat is wat wij competenties noemen. En competenties zijn hoe werk ik samen, hoe kom ik voorbereid op mijn werk, hoe denk ik over mijn beroepspraktijk. Al dat soort dingen, hoe los ik mijn problemen. Als ze eenmaal die competenties bezitten, de kennis en de vaardigheden om niveau 2, 3 te halen, hebben ze al. Alleen dat moeten we opnieuw activeren, moeten we prikkelen, moeten ze uitdagen over zichzelf na te denken. Veel reflectie op zichzelf toe te passen. We zijn een ROC, we zitten in het hartje van de Bijlmer. In dit gebouw zijn 3000 leerlingen. En ik vind dat je als ROC onderdeel moet uitmaken van de omgeving waar je deel van uitmaakt. En het Moedproject is een heel mooi voorbeeld van hoe je hele goede dingen kan doen voor de leerlingen in het Stadsdeel Zuidoost, die het moeilijk hebben. Je ziet ten opzichte van de start van het project dat het eigenlijk in omvang meer dan verdubbeld is. En dat kun je eigenlijk ronduit een succes noemen. We krijgen leerlingen via heel veel verschillende kanten binnen. En de doelgroep binnen ons Moedproject, dat zijn eigenlijk de leerlingen die ergens een keer gestopt zijn met de opleiding. En dan hebben wij een vangnet waarin we deze leerlingen een hele goede plek kunnen geven. We hebben een heel zorgteam hier op school, waar het Moed een heel duidelijke plek in heeft. Maar ook de zorgbegeleiding voor de rest van de school deel aan is. 1 keer in de 6 weken zitten we bij elkaar. En dan is de buurtregisseur erbij, bureau jeugdzorg erbij, school en schuld eventueel erbij. De spirit komt aan de tafel erbij zitten, zodat we een heel goed overleg kunnen hebben en bepaalde probleemgevallen kunnen doorspelen, of doorspreken, adviezen kunnen vragen, informatie kunnen vragen. En dat werkt heel erg goed. De kracht denk ik van het Moed, dat wij er allemaal heel erg bovenop zitten. Ik zit op de afdeling, leerlingen lopen langs, ik zie ze ook heen en weer lopen, ik kan ze makkelijk in de kraag grijpen. Mentoren lopen regelmatig binnen van wil je even komen of ik stuur die straks naar je toe, wil je even met die praten, want het gaat volgens mij niet goed. De lijntjes zijn heel erg kort.
Ik ben er bijna 4 à 5 jaar tussenuit geweest, omdat ik heel veel problemen had met school. Intussen ben ik ook zwanger geweest, zeg maar. Ik heb een kindje gekregen, hij is nu 3 jaar. En ik had gewoon zoiets van, ik moet mijn opleiding gewoon afmaken, omdat ik het toen niet heb kunnen afmaken wegens privéomstandigheden, wil ik het nu toch wel afmaken. Ik vond het best wel zwaar, want ik ging naar school, ik bracht mijn zoon naar de crèche en ik werkte nog erbij. En ik ben dus zeg maar fulltime moeder, alleenstaande moeder. En dus het was gewoon heel erg zwaar. Gelukkig had ik steun van mijn moeder erbij. En het moedproject heeft me dus zeg maar heel veel geholpen om naast mijn opleiding ook nog voor mijn kind klaar te kunnen staan tijdens mijn opleiding, want ik had soms dagen dat ik niet op school hoefde te komen en ik gewoon mijn huiswerk af kon maken, zodat ik bij mijn kind kon zijn. Ik kon mijn kind meenemen naar de buitenschoolse activiteiten, omdat ik een keer dus zeg maar de crèche was zeg maar dicht en dat wist ik niet, dus toen kwam ik te laat achter. En toen belde ik dus zeg maar naar mijn buitenschoolse activiteiten en toen zei hij neem je kind maar mee. En hij vond het prachtig, want hij houdt van muziek maken, dus hij had echt zoiets van oké, nou gezellig. Ik wil volgend jaar, 2008, 2009, wil ik sowieso op het HBO zitten. Ik ben gedetacheerd van het bureau jeugdzorg. En ik begeleid jongeren ook van het MOED-project. Die worden ook zeg maar aangemeld via het loopbaanexpertisecentrum. En dan gaan we dus samen kijken met de jongeren wat voor problemen dat zijn en hoe we dat kunnen oplossen. Ik ben heel erg blij omdat vroeger jongeren boven de 18 bij bureau jeugdzorg, zeg maar, buiten de boot vielen. Maar juist via het MOED kunnen we nu ook zorg bieden, ook aan jongeren boven de 18 jaar. Tegenwoordig is het zo, in het nieuwe schooljaar, dat we de kwalificatieplicht hebben, dat jongeren tot en met hun 18e jaar de kwalificatie moeten behalen. En daarbij is het ook zo dat wij als leerplichtambtenaren ook sancties kunnen uitoefenen om de jongen onder dwang weer op school te krijgen. Dwang kan zijn dat wij een procesverbaal opmaken en dat die naar de leerplichtofficier gestuurd wordt die een sanctie oplegt. Het kan een boete zijn of de officier kan zeggen van nou dit wordt een maatregel hulp en steun. Dat een jongere begeleiding krijgt van bureau jeugdzorg bijvoorbeeld. Als ik het verzuim constateer, dan geef ik het ook door aan de leerplichtambtenaar en samen met hem voer ik gesprekken met de leerplichtigen en kijken van waarom kom je te laat of waarom verzuim je. De pilot die ik dus draai, dat heet Bellen en Belonen. De uitval is hoog in Zuid-Holland in het eerste jaar. En dacht ze van als ze een preventiemedewerkster aanstellen, als ze goed presteren, hun best doen, niet verzuimen, dan mag ik ze belonen met een uitstapje of iets wat ze zelf leuk zouden vinden. Degenen die helemaal niet verzuimen zijn, een kleine groep helaas, maar ik ben ervoor dat die groep super groot wordt en alle 125 ook echt doorgaan naar het tweede jaar. Ik heb korte lijnen met mijn zorgcoördinator Marjan Dibbits. Die kan mij gewoon bellen als er vragen zijn over studenten, leerlingen. En dan praten we met elkaar, kan de GGZ wat betekenen? En zo ja, dan kom ik naar het ROC toe om met Marjan de jongeren te zien. En ik doe mee aan het SAT, het zorgadviesteam. Het is bijzonder dat de jeugdpsychiatrie betrokken is bij scholen. Voorheen was dat gebruikelijk, tot een aantal jaren terug. Maar daarna is het afgeschaft. En nu begint de ROC daar weer opnieuw mee. En ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Het is vooral preventief bedoeld, dus we proberen erg daarvoor te zitten. Zodat we kunnen voorkomen dat jongeren echt uit gaan vallen of opgenomen moeten worden. Wij begeleiden jongeren die dus vroegtijdig uitglijden of vroegtijdig schoolverlaters zijn. We gaan echt naar die huizen toe, we gaan aanbellen, we gaan vragen van jongens, wat is er aan de hand? Dus wij komen ook echt bij die mensen binnen. We zien heel veel dingen en we voelen ook. En heel vaak vinden de ouders en de jongeren het ook wel prettig dat je gewoon even de tijd neemt voor ze. En dingen bespreekbaar maakt, dat niks zeg maar onmogelijk is. We brengen dus problemen in kaart en gaan dus met de moedmentoren rond de tafel, met cliënt en met ons erbij. En fungeren zeg maar als een soort schakel. En zorgen dat het weer gaat lopen. Heel vaak heb je ook te maken met machteloze ouders die gewoon echt niet meer weten. Die ook via school zeg maar, van alles en nog wat proberen en eigenlijk ook heel graag grip willen hebben op de situatie. En het leuke ervan is dat school het zeg maar ook zelf ook wel probeert.
Maar daarnaast is er ook nog een hulpverlenersinstantie die hun ook daarin blijven ondersteunen. Mijn betrokkenheid bij het MOED-project is dat wij in februari gestart zijn met een pilot, School en Schuld, die tot doel heeft om te voorkomen dat schoolgaande jeugd in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 vroegtijdig hun opleiding staken vanwege hun schulden. Als we het over de meest voorkomende schulden hebben, dan bedoel ik de ziektekosten, de verkeersboetes en de telefonie. Ik stuur jou geen brief omdat er een postblokkade is, dus ik heb een brief gestuurd naar die van Arco. Het zou heel handig zijn voor iedere school in Nederland om dat te doen, want er zijn heel veel leerlingen die gewoon echt schulden hebben en of een abonnement aangaan, een telefoonabonnement en zichzelf gek bellen dat ze een bus of in de rekening van 3000 euro iets in die richting in de bus krijgen en dan niet weten wat ze moeten doen. Een positief voorbeeld van wat wij in de afgelopen tijd hebben kunnen doen is dat we een aantal tijdelijke regelingen hebben kunnen treffen waardoor de deelnemer en zijn opleiding kan blijven volgen en zijn schulden betaald kunnen worden. We zijn eigenlijk heel erg tevreden over het onderwijskundig concept. 2 jaar geleden hebben we ook een start-DVD opgenomen. Toen heb ik gezegd van, we willen ook fouten kunnen maken. Maar je wil natuurlijk nooit fouten maken die ten koste gaan van je deelnemers. En wat het aardige is dat blijkt dat het concept wat we bedacht hebben, dat ook blijkt te werken, dat het aanslaat bij de leerlingen. Dat ze het prettig vinden om het te doen en dat we onderwijskundig heel weinig aanpassingen hebben hoeven te maken. Dat bijvoorbeeld de strippenkaart sport en cultuur, dat leerlingen dat echt leuk vinden en daar hun competenties in ontwikkelen. Dat de buurtinfrastructuur daarin ook meedoet en de sport en cultuur aanbiedt en het snapt. Andere dingen waar we heel erg tevreden zijn is de zorgcomponent. Toen we begonnen was er absoluut een zorggat voor de kinderen van 18 plus. Die moesten volwassen zijn en eigenlijk zijn toen op de DVD al iemand van deze kinderen hebben nooit kind mogen zijn. Nou, hier op school kunnen ze en kind zijn en wordt aan hun problemen gewerkt. En tegelijkertijd vragen we van ze van oké, we helpen je, maar jij bent elke dag op school. Je blijft leren en dat blijkt heel goed te werken. Ons MOED-jongeren zijn jongeren met weinig zitvlees. Die zijn praktisch ingesteld, bewegelijk. Wil je ze echt gemotiveerd krijgen en houden, dan moet je ze in die praktijk plaatsen. Bovendien geeft dat ze een ontzettende stimulans. Het maakt ze trots en die trots hebben deze kinderen nodig om dadelijk op weg te gaan naar een echte baan. Dit is nu ook weer net zo. Wat voor geheugenbankje is het? Ja, dus we hebben van hieruit weggehaald en ja, namelijk moet het eigenlijk hier zijn. De praktijkbehaling, dat is een loket waar stages worden verdeeld en klussen worden aangemeld door bedrijven. En op die manier willen we graag een goede match tussen leerling en tussen bedrijf voor elkaar krijgen. Eén bedrijf, daar is een leerling bezig om de facturen op orde te brengen. Binnenkort komt de Belastingdienst langs. Het bedrijf belde en met spoed moest er een aantal facturen op volgorde worden gelegd. Nou, dat is een voorbeeld van een klus. Daarnaast zijn we ook bezig met teamstage van Joop van der Ende om daar een aantal leerlingen een aantal opdrachten te laten uitvoeren. De stripkaartpraktijk, dat is dat de leerlingen allerlei klussen kunnen uitvoeren en stages. Dat wordt afgetekend in een boekje, de zogenaamde strippenkaart. En daarin wordt in de loop van de periode dat ze die stage uitvoeren, elke klus en stageopdracht afgetekend door het bedrijf. En hebben wij ook inzicht van wat zij allemaal gedaan hebben. Op het moment loop ik de stage en ik ben designer, ik webdesign en dergelijke. En ik ben door Ali ben ik hier terecht gekomen. Qua opleiding doe ik dus ICT niveau 3. Ik heb voorheen het MOED-project gedaan en dat is zeg maar een soort van oriëntatiejaar. Wij zijn een internetbedrijf. Wij doen websiteontwikkeling, webdesign, online marketing en ontwikkelen eigen concepten. Ik heb een ex-MOED-stagiaire, dat is Nazir. Die heeft bij het MOED gezeten toen ik hem begeleidde. En die is nu niveau 3 ICT aan het doen.
voor een moeder, of anderen natuurlijk, is het wel wat moeilijker om stage te vinden. Omdat tegenwoordig zijn ze meer op zoek naar een hoogopgeleid iemand. Dus voor moed is het toch wel moeilijker, ja. Ik denk die jongens en meisjes die bij een stage komen lopen, je moet veel tijd in ze steken. Maar ik denk dat je er wel veel voor terugkrijgt. Je leert er sowieso zelf heel veel van. En daarnaast leren hun er ook wat van en dan heb je er buiten wat aan. De belangrijkste stap die we nu moeten zetten is de stap naar de praktijk. En dat betekent dat het bedrijfsleven ons plan moet adopteren, zodat zij onze jongeren in de praktijk ook daadwerkelijk gaan begeleiden en ook daadwerkelijk de praktijkervaring bij te brengen. Er zijn een aantal bedrijven die willen meewerken, maar niet genoeg. En dat betekent dat we bedrijven moeten gaan motiveren en om hun steun gaan vragen. Maar dat betekent ook dat we ze duidelijk moeten aangeven wat ze ervoor terugkrijgen. En wat ze ervoor terugkrijgen, dat zijn gemotiveerde jongeren die voor hun productie kunnen maken. Ik ben ontzettend trots dat we zover zijn. Met deze laatste stap, het praktijkleren, denk ik dat we met elkaar een methodiek hebben ontwikkeld die duurzaam is en die ook breed gedragen wordt maatschappelijk. Ja, ik heb de moedopleiding gedaan. Doordat ik geen vooropleiding had, kreeg ik de kans hier bij het moed om alsnog een diploma te halen. Mijn droom is om mijn eigen kapsalon te beginnen. En als het lukt, is het dankzij het moedproject. De benadering van de leerlingen staat nog altijd overeind zoals we begonnen zijn. Dat betekent dat we ze in een warm bad laten komen. Dat de mentor heel veel grip op de leerling heeft. Dagelijks meerdere momenten contact heeft met zijn mentorleerlingen. En ja, dat is een goede benadering van deze groep. Ze niet door het net laten glippen. Wat ik heel graag wil is voor mijn team, voor mijn leerlingen en ook voor mezelf natuurlijk. Gewoon zekerheid, financiële zekerheid. Gewoon dit is een model. Het is een model waar we de afgelopen 4 jaar hebben laten zien dat het kan werken. Maar nu moet alles nog structureel worden. We leunen nu heel sterk nog op tijdelijke subsidies, op geld wat van opzij komt. Maar kan elk jaar is weer de vraag van met wie zitten we bij elkaar, wat kunnen de leerlingen bieden. We hebben nu een model ontwikkeld waar we denken van nou, daar moet gewoon voor de toekomst in geïnvesteerd in worden. Het ontmoetproject dat is eigenlijk primair gericht op het behalen van een niveau 1 kwalificatie. En in Nederland zijn we allemaal gericht op dat mensen een startkwalificatie krijgen. En daarmee loop je het risico dat je een beetje over een hele doelgroep heen kijkt. Want deze doelgroep die is een keer uitgevallen, die heeft nog geen succes geboekt in het onderwijs. En ik vind het al een waanzinnig succes dat we deze leerlingen zometeen naar een niveau 1 diploma kunnen helpen. Dan hebben ze nog wel geen startkwalificatie, maar zetten we ze wel op de rit naar werk, naar een vervolgopleiding, naar een vruchtbare toekomst toe. Wat ik hoop en wat het stadsdeel ook hoopt, is dat we uiteindelijk, moed is een vorm van reparatie voor kinderen bij wie het mis is gegaan. We gaan nu starten met de weekendcollege, dat start in januari. En dan willen we hopen we dat we de leerlingen vanuit de buurt, die in het VMBO zitten, dat die hun ambities hoog durven te stellen. Dat die op zaterdag naar school gaan komen, dat we dan heel leuk onderwijs gaan geven, net als bij moed. Met ook veel sport, ook veel cultuur, waardoor leerlingen al eerder op niveau komen. Zodat we steeds minder hoeven te repareren, maar dat we ze vroeg bij oppakken. En dat ze gelijk kunnen doorstromen naar niveau 2, 3 en 4. Wij vinden het jammer. Wij denken dat er veel meer is te halen uit onze jongeren. En daarom doen we van alles aan om ervoor te zorgen dat zij op school blijven, hun startdiploma's halen. Maar niet alleen hun startdiploma, maar nog verder gaan studeren en zorgen dat zij de beste banen kunnen krijgen die er is. Er zijn 60.000 banen in Zuidoost. Heel veel mensen weten het niet, maar we zijn nummer 1 als het gaat om het creëren van werkgelegenheid. De andere kant van de spoor zit gewoon vol met banen. Maar ja, die banen zijn niet geschikt voor jongeren in Zuidoost zelf. Omdat ze eisen heel hoog gekwalificeerd personeel. Dus het is heel erg jammer als onze jongeren dan hun startdiploma's niet halen en het verder gaan studeren om dan juist profijt te maken van die banen die daar worden gecreëerd. Het is helaas zo dat landelijk, maar in Amsterdam ook zeker als grote stad in Nederland, het aantal uitgevallen middelbare scholieren, dat aantal ligt gewoon hoog. Wij hebben gewoon als maatschappij wat met deze groep te doen.
Je kunt altijd bellen. Lukt het je niet op school? Mensen houden er altijd rekening mee. Maar er is altijd en het is nooit te laat om te leren. Dus ga naar school. Worden wil. Je bent de enige die dat kan en de weg is wil. Wil is het enige wat God je heeft gegeven. Mij wil is een tornado waar mensen voor beven. Ja, als ik zeg beven bedoel ik echt van top tot teen. Mijn wil is groter dan mezelf, toch doe ik het alleen. Mijn lichaam is me gegeven, behouden moet ik zelf. Durf ik mijn wil niet te volgen, verpest ik al de helft. Doe wat je moet doen, doe wat je kan. Volg je eigen instinct, volg je eigen plan. Ook al lukt het niet, blijf het toch proberen. Ook al gaat het fout, van je fouten moet je leren. Je kunt worden wat je worden wilt. Je kunt doen wat je wilt doen. Je kunt gaan waar je wilt gaan. Je kunt staan waar je wilt staan. Want je kunt worden wat je worden wilt. Ja, je kunt worden wat je worden wilt. Je kunt doen wat je wilt doen. Je kunt gaan waar je wilt gaan. Je kunt staan waar je wilt staan. Want je kunt worden wat je worden wilt.